Ik vind dat heel leuk om samen te werken met Rut. Ze maakt ook geen onderscheid tussen niemand niet. Dus maakt ook niet uit wie dat je bent. Rut doet elk jaar een dag mee met vasten. Ik vind dat heel chic van haar dat ze dat meedoet en dat ze ook samen met ons een iftar doet. Dankjewel, Rut. Ik ben Katerina Schut. Ik kom uit Oekraïne. Ik werk hier al anderhalf jaar. Zij nodigde mij hier uit toen ik geen Nederlands sprak. Zij geloofde in mij, terwijl ik geloofde niet in mijzelf. Dankjewel, Rut. Ik werk bij NZ aan Antraal en ik zie altijd Rut binnenkomen en zij altijd vriendelijk. Ik werk graag bij NZ omdat ik van Rut de kans ook heb gekregen om van een gewone arbeidster op de werkvloer te mogen doorgroeien naar administratief bediende. Het is een hele toffe vrouw. Elke keer we zien elk jaar. Ze komt echt kort erbij. Ze babbelt met jou. Ze vraagt over jouw cultuur. Ze is echt een multitalent. Ik zie haar heel graag. Voor Rut ben ik heel veel dankbaar. Ze heeft ten eerste gegeven mij kans in de NZ te werken. Goede werk te vinden en ja, groeien. Dat is het belangrijkste voor mensen. Niet alleen in inzet, maar gewoon. Hè. Haar positieve houding en leiderschap is eigenlijk een heel goed voorbeeld voor ons allemaal. En dat probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk naar onze medewerkers als begeleider door te geven. Rut vragen, hoe gaat het, Gina? Geen probleem. Dit is zo vriendelijk. Respect. Ze is wel baas, maar als ik haar zie, ik zie totaal dat het niet baas is. Dat is gewoon een lieve collega. Dankzij Rut krijg ik de kans voor als medewerker naar stafmedewerker van de IT door te groeien. Iets wat ik niet snel voor mogelijkheid zag. En dat vind ik fantastisch aan haar, dat ze daarachter staat. Ze is heel tof en vriendelijk voor iedereen. Ja. Dankjewel, Rut. Goeie woman is very beautiful. Ik heb van brugfiguren naar begeleiderd, doorgestroomd. Eigenlijk dus Rut mij heel, heel goed gemotiveerd. Is mijn baas, maar ik vind haar zo als een vriendelijke persoon die je kan niet zo bang krijgen om iets te vragen. En dat is ook de reden waarom ik haar wil nomineren voor de award. Daarom nomineer ik haar voor de Livia Award. Daarom nomineer ik haar voor de Livia Awards. Daarom nomineer ik haar voor de Livia Awards. Als ik moet iemand kiezen of nomineren, ik zou Rut wel kiezen.